Dag, mijn lieve soul searchers. Mijn naam is Barbara. Dit gaat een algemene reading zijn voor mijn lieve Scorpiona voor 2022. Voor het hele jaar heb ik 1 à 2 kaarten per maand genomen om een beetje een overzicht te krijgen van de gebeurtenissen, de hoogtepunten van het jaar, zodat we een beetje weten welke richting het op zou kunnen gaan. Ik ben iets nieuwsgieriger dan dit, dus ik ga hier nog verder op borduren op Vimeo. Ik ga hier nog extra verklarende kaarten overal opleggen en nog wat orakelkaarten. Dat ga ik dus doen op Vimeo. De link vind je hier beneden. Aan het einde van deze video kun je dan mij volgen die kant op, mocht je zin hebben. Vooralsnog gaan we hier dus beginnen met een overzicht voor 2022. Het is een algemene reading, dus neem wat voor je past. Laat er eens liggen. Kijk dan eerder naar het sterrenbeeld dat in jouw maan, jouw Venus, of dan wel je ascendant staat. Like, deel, abonneer, klik op het belletje, blijf je op de hoogte wanneer ik nieuwe video's post. Onderop heb ik ruimte maken. Tijd om dingen op te ruimen die jou niet meer dienen, die te veel ruimte in beslag nemen. Wat hebben wij? Ik heb volgens het boekje tradities in ere houden. Papa olifant, mama olifant, kleine olifant. Volgens het boekje voor mij een beetje hoogpriester energie. Dus dat kan spreken over lange termijn commitments, huwelijk, de dingen volgens het boekje doen. Oost-west thuis best. Dus dat kan ook te maken met de thuisfront. Je veilig voelen. Een veilige haven voor jezelf creëren. Waar je het gevoel hebt thuis te komen. Tussen de mensen waar je dat gevoel bij hebt. Een veilige kokon. Oké, en ik heb innerlijk weten. De schorpioenen hebben een, het is moeilijk te zien, een hele, heel veel intuïtie. Een bepaalde innerlijk weten. Waar je vandaan zou kunnen vertrekken. Die je zou kunnen volgen. Oké. Onderop had ik standvastig zijn. Weten wat je wilt en ervoor gaan vechten als het moet. Dit is doorzettingsvermogen, dit is je tanden ergens inzetten. Ja, er komen dingen op je pad, maar jij staat erboven en je gaat er tegenaan. Dus dit jaar, ja, vecht strijdlustig. Doorzettingsvermogen, vurige, gepassioneerde energie. Je weet wat je wilt en je gaat. In januari begin je eigenlijk al heel sterk. We hebben de transformatiekaart, jouw kaart, de dood, schorpioen, energie. Dus er is al een grote transformatie in januari dat plaatsvindt. Het einde van iets, begin van iets nieuws. Er zijn er ondertussen, ik heb het al gezien, best wel wat kaarten die ik zou willen verklaren. Ik ga er eentje verklaren hier op YouTube. En dan vind ik de dood wel een goede om te doen. Verklaar de dood in januari voor mijn lieve schorpioen, alsjeblieft. Wat is deze transformatie? Hoppakee. Oké, het is in ieder geval het einde van het gevoel vast te zitten. Misschien heb je de afgelopen periode het gevoel gehad dat je geen kant op kon en je bleef ook maar in je hoofd dat, ja, dat gevoel verder kweken. Vaak is dat door angst. Dus je breekt hier los van iets waar je vast zat. Ik heb de 6 van staven, de 6, wat zeg ik nu? De 10 van staven. Het einde van een vermoeiende cyclus waarbij je, ja, blijft doorgaan tot het bittere eind. Je ziet niet meer waar naartoe, maar en dat is dus het einde. Het einde van een vermoeiende cyclus. Voor mij kan dat absoluut ook tegen een burn-out aan zijn. Dus neem jij in januari de beslissing om iets even op pauze te zetten. Om voor jezelf te zorgen. Dat kan. Er is hier iets dat vermoeiend is. Dat, ja, wat ik zeg, een beetje beklemmend voelde. Van ik kan geen kant op. Wat heel veel kopzorgen en slapeloze nachten met zich mee heeft gebracht. Wat je dus nu aan het transformeren bent. Ik heb nog een 9. Maar het zit echt wel, ja, het einde van een belangrijke cyclus precies. Ik heb de 9 van pentakels. Die heb ik hier nog een keer in juni. De 9 van pentakels is voor mij de mini-keizerin. Dus hier pluk je de vruchten van je eigen werk. Zelfstandig, onafhankelijk. Je bent trots en tevreden met wie je bent. Dus is dit een transformatie richting dat? Dat mag ik hopen. Voor sommigen is het het einde van happy single zijn. Waarbij je niet vooruit kon en alles alleen moest dragen. Voor de andere is het einde van een relatie om voor de happy single goed te kiezen. Dat kan. Er is iets in ieder geval dat er vermoeiend en beklemmend uitziet. Wat heel veel kopzorgen met zich mee heeft gebracht. Maar wat je dus hier aan het beëindigen bent in januari. In februari heb ik de ster.
hoop, maar wel ondersteboven. Dus er is hier iets dat weinig hoop biedt, waar je weinig hoop op hebt. Een beetje hopeloos. Ja, dat is niet grappig, maar goed. Er is geen uitzicht naar... Ja, dus er is een belangrijke transformatie in januari. Maar februari en maart, want maart ook, heb je de drie van staven ondersteboven. Partnerschappen en relaties. Plannen maken voor de toekomst. Je horizon verbreden. De toekomst kunnen, hoopvol naar de toekomst kunnen zijn. En wachten totdat het naar je toe komt. Ja, beide ondersteboven geven mij inderdaad aan. Er is iets wat, waarbij je goh, een beetje de hoop verliest. Even niet ziet welke richting. Dus je beëindigt iets, maar je ziet ook niet wat de toekomst gaat brengen. Je zit een beetje in limbo februari en maart. Maar niet getreurd in april. Bereik je de balans. Met de gerechtigheid. Weegschaal energie. De gerechtigheid spreekt over eindelijk gerechtigheid voor jou. Dus is daar een uitspraak waar je op wacht, een officiële uitspraak. Hij komt recht overeind, dus het is een positieve uitspraak, een positieve uitkomst. Dit kan ook een beslissing zijn dat jij neemt dat in akkoord is tussen je hoofd en je hart. Je weet het, hier wist je het allemaal even niet meer, hier heb je het helder. En je zowel rationeel, het is een verstandige, de beste keuze, het voelt ook heel goed. Dus het is een hele mooie balans die je hier krijgt in april. In mei verandert er van alles. In mei hebben we de acht van staven, versnelde beweging, versnelde communicatie. Maar omdat hij ondersteboven is, is het een beetje zo te snel. Of te veel veranderingen tegelijk. Waardoor het een beetje stress met zich mee kan brengen. Een beetje onrust kan creëren. Maar er verandert in mij van alles. Veel communicatie en veel beweging. In juni ben jij dus de kleine keizer, de mini-keizerin. Met de negen van pentakels. Materiële oogst. Dus had je hier een beetje uitzichtloos en kopzorgen over het financiële materiële. In juni ben je de koning te rijk met de negen van pentakels. Je bent stabiel, onafhankelijk, zelfstandig. Pluk de vruchten van je eigen werk. Dus ga je een beslissing nemen om zelfstandig te gaan. Dan is het in juni eigenlijk al tastbaar. Want hier heb je ja, financiële, ja, ik zou bijna meevallen durven zeggen. Het voelt goed. Voor anderen is het inderdaad hier de happy single. Dus joh, in eerste instantie, je hebt iets beëindigd wat niet fijn voelt. Maar je zit even in een dip. Hier beslis je van, oké, ik weet nu wat ik wil. Ik ga vooruit. Ik haal mezelf ergens uit. Of er komt een... de officiële uitspraak, de officiële situatie. Vandaar dat het hier een beetje stilstaat. Dan verandert er van alles en hier ben je, ja... Ik zit op mijn plek, het voelt goed en blij. Ik vind het gelukkig. Dus juni en juli zien er heel positief uit. Augustus ook trouwens. De negen van zwaarden. Het einde van kopzorgen, slapeloze nachten. Wat we hadden, wat we in het begin van het jaar nog wel hadden. Hier niet meer. Dit is echt de oplossing van problemen. Er zijn geen obstakels, er zijn geen... Het gaat gewoon lekker. Dus in juli geniet je. In augustus heb ik de bestemming. Je vindt je bestemming, je doel. Dit is een karmische les die afgerond wordt. Hier heb je een bepaalde les geleerd, een bepaalde ja, les geïntegreerd. Waardoor het tij gaat keren, waardoor het universum ziet van oké, je bent klaar voor de volgende stap. Heel goed. dus dit is een positieve verandering. Met het Rad van Fortuin kan het spreken over dat je er wel iets... Ja, geduld voor hebt moeten hebben. Het is niet wanneer jij het wilt, het is wanneer het universum vindt dat jij er klaar voor bent. Dus hier heb je geduldig op gewacht. En het gaat dus keren. Ook al wat ik zeg, met die twee negens hier, heel veel negens eigenlijk. Wel dezelfde iedere keer, ja. Ja, negens staan voor de afronding van een fase. Dus je zit in een levenscyclus, een levensfase die je aan het afronden bent. Je neemt je misschien al in januari de beslissing. Maar dan zijn er nog, ja, je moet dan nog emotioneel iets verwerken. Praktische dingen ondernemen. Om die cyclus ook daadwerkelijk te beëindigen. Ik heb het gevoel dat dat inderdaad zo rond augustus, dat inderdaad de cirkel rond is. In september heb ik de vier van staven. De volgende stap binnen een relatie. Gelukkige tijden met de regenboog. Samen. Ik bedoel, dit is nieuwe stabiliteit, iets te vieren hebben. En ik zeg, de volgende stap in een relatie. Nieuwe vastigheid, een nieuwe stabiliteit. En het voelt heel vreugdevol.
voor mijn gevoel wel samen. Dus misschien is er inderdaad in augustus is de shift die plaatsvindt iets een nieuwe liefde. Of goh, misschien is het al eerder. Mm-hmm. Maar hier ga je misschien de volgende stap zetten. Je hebt hier in ieder geval een hele mooie nieuwe stabiliteit. En iets te vieren te hebben. In oktober. Oktober, november en december worden een beetje tricky. Oktober heb ik de zes van zwaarden ondersteboven verder gaan. Maar dus hier dus niet. Dit is een beetje stilstaan. Een beetje nog steeds in je hoofd een beetje vastzitten. Gedachten die alle kanten op gaan, behalve de goede. Even niet vooruit kunnen gaan. Dingen niet echt achterlaten. Loslaten. En ik heb de sacrale chakra, de tweede chakra. Die spreekt over creativiteit, creatie, vurig, passie. Het verlangen. En inderdaad, verlangen. Heb ik met de duivel daarna. Dus emoties, verlangens en creatieve dingen. Ondersteboven. Je verlangen niet voelen. Onzeker worden door wat je wilt creëren. Er is onzekerheid. Misschien een verlangen, maar wat dus een beetje kopzorgen creëert. Iets wat je wilt aantrekken, creëren, doen. He, want de tweede chakra is, ik wil. Ik wil iets. Maar het creëert wat kopzorgen, of tenminste wat ja, gedachten die alle kanten op gaan, behalve de goede. In november. Is hier een beetje in de war. Of tenminste, stilstaand. Maar je hebt wel, voor mijn gevoel, je wilt iets. Maar dat creëert dus een beetje onrust. Voilà. In november hebben we de verleiding en de opoffering. De gehangene visenergie. Door de situatie op een andere manier te bekijken, vanuit een hoger perspectief, vanuit op zijn kop, zie je het grotere plaatje, kom je tot nieuwe inzichten, nieuwe perspectieven, waardoor je beslissingen kunt nemen, waardoor je vooruit kunt, waardoor je uit die stagnerende energie van ik wil van alles, maar ik weet niet waar ik moet beginnen. En ik heb de verleiding. De duivel, steenbok, energie. Is het een verleiding die je opoffert, want het wekt te veel kopzorgen, gedachten die alle kanten op schieten. De duivel spreekt over verleiding, toxische verhoudingen, patronen, doorbreken, angsten die boven water komen. Dus ook hier die onzekerheid. Die ga je precies zien vanuit een ander perspectief, waardoor je vooruit gaat kunnen gaan. Maar ja, dat kan inderdaad zijn dat er iets jou verleidt. Wat een beetje onrust creëert. Wat ik zeg, er kan ook echt iets zijn dat jij wil creëren, wil doen, wilt ondernemen, iets creatiefs. Maar waar je gewoon inderdaad in angst een beetje schiet. Maar door de situatie op een andere manier te bekijken, ga je zien wat dat is en waar dat vandaan komt. En dat doorbreken. Goh, ik had het wel. Exceptioneel voor mijn lieve schorpioen. Verklaar de duivel in de gehangene, alsjeblieft. Voor mijn lieve schorpioen. Ik heb de dood, maar ondersteboven. Transformatie. Bang voor de. Ja. Bang voor verandering. Bang om iets los te laten. Een stabiliteit los te laten. Want ik heb hier die vier van staven. Dus wat hier te vieren is. Die stabiliteit wankelt precies een beetje. Maar ik heb één kaart of twee. De verliefde en de hoogpriester ondersteboven. Ja, ik heb hier wel een verliefde soulmate connectie. Waarvoor misschien iets voor opgeofferd moet worden. Het kan met kinderen te maken hebben. Want ik had de zwaarde schildknaap van zwaarden onderop.
Dus dat is jeugdige, jonge energie. Dat kan ook jij zijn die zo twijfelend misschien het hele jaar zit van, nou ja, ik weet wel wat ik wil, maar is dat wel verstandig? Ik heb wel het gevoel dat in april jij een beslissing neemt, waardoor er ineens van alles gebeurt, verandert en heel veel communicatie. Het einde van de kopzorgen, oké. Misschien het einde inderdaad van een transform en van een stabiele basis. Waar je een beetje in vast zit, maar hier volg je wel je passie. Wat ik zeg, ik heb verliefdheid, verliefd zijn, soulmate connectie. Ik heb de vier van staven nog een keer de volgende stap in een relatie. Ik heb dus de transformatie, de dood. Schorpioen energie, maar dus hier niet helemaal in zijn kracht. Bang voor verandering. Ja. In november zit er inderdaad een beetje angst om iets los te laten. En dus de hoogpriester ondersteboven. Dit kan iets zijn dat onconventioneel is. Dat niet helemaal volgens het boekje, volgens de regels zijn. Want effectief volgens het boekje kan ook een beetje ondersteboven. Dus wil je gewoon iets doen wat helemaal buiten het boekje valt. Creëert dat wel wat angst? Moet je daarvoor iets loslaten dat volgens het boekje is? Creëert wel wat angst. Maar dit is wel, ja, met de geliefde, of ja, de geliefde en de twee van kelken, dit is uiteindelijk wel een keuze maken dat vanuit je gevoel, vanuit je hart. Oké. Spannend jaar. En dan in december heb ik de twee van pentakels. Het eeuwig goochelen tussen verschillende taken, prioriteiten, alle balletjes in de lucht proberen te houden. Hier komt een eind aan. Dit is een beslissing die je neemt. Hier ben je niet meer aan het goochelen, er is een beslissing die je neemt. Het kan wel zijn dat die beslissing een bepaalde financiële terugval betekent. Dat je daar inderdaad even op achteruit gaat financieel. Want dit kan inderdaad financiële onzekerheid zijn als deze zo ondersteboven komt. En ik heb de drie van kelken. Dit kan betekenen dat je meer aan het werken bent dan aan het spelen. All work, no play. Om een financiële stabiliteit te hercreëren, te stabiliseren. Dit kan ook in een relatie zijn wat heel vermoeiend is. In de zin van dat het kost veel energie. Is het een relatie? Ja, voor sommigen is het dat wel, of kan het dat zijn? Een relatie dat heel veel energie heeft gekost, wat ongelukkig is, waar je vast staat, bla bla bla. Maar geen hoop, geen vooruitzicht, geen plannen niet meer gemaakt. Die beslissing gaat, wat ik zeg, misschien financieel iets veranderen. Ook al zie ik je absoluut zegevieren financieel in juni. Ja. Ik heb het gevoel dat het hele jaar eigenlijk zo die transformatie gaande is. Voordat je echt de beslissing neemt en volledig je hart volgt en die nieuwe stabiliteit voor jezelf creëert. Maar je laat het wel uiteindelijk los. Er zitten wat angsten. April ziet er besluitvaardig uit. Augustus gaat het shiften. De goede kant op, absoluut. Ja, ik weet niet waarom het dan daarna nog sleept, maar het sleept nog een beetje. Wat is het advies alsjeblieft voor mijn lieve schorpioen? Ik moet zeggen, de watertekens hebben het moeilijk. Of moeilijk. Een onrustig jaar. Verklaar, wat is het advies? Met de hoogpriester nog een keer. Onderneem de juiste stappen om de juiste reden. Vergelijk oude benaderingen met nieuwe om te zien wat voor jou het beste werkt. Wat ik zeg, een beetje onconventioneel, een beetje buiten het boekje treden hier. Wil je een nieuwe stabiliteit creëren, maar op een hele andere manier dan je dat vroeger deed? Of op een andere manier dan dat de rest van de wereld dat doet? Er is hier iets onconventioneel, toch hou je er een beetje vast aan de verandering. Maar je gaat er wel beslissen.
Een spiritueel gericht gezelschap. Voor sommigen kan dit inderdaad wel een hogere vorm van liefde zijn. Ik heb de 10 van zwaarden. De oplossing van problemen, een last die van je schouders valt. Het einde van de verslaving of medeafhankelijkheid. Al dat. En de 7 van kelken. Geen getreuzel meer, je kracht ligt hem in het nemen van een beslissing. Verwarring die voorkomt uit het blijven analyseren van keuzemogelijkheden. Door te blijven analyseren zie je het niet, kun je de toekomst heel moeilijk inschatten. Dus voel het en beslis. Blijf niet in je hoofd vastzitten, want dat is juist hetgene wat ervoor zorgt dat je het gevoel hebt vast te zitten. Dat is de Moonology card voor mijn lieve schorpioen. De volle maan in Ram. Een vurige climax komt eraan. De volle maan in Ram. Ik weet niet wanneer die valt. Ik weet dat Ram april is. Maar de volle maan valt altijd op een ander moment dan de ramfase. Dus hou het in de gaten wanneer ik de volle maan reading doe. Wanneer dat in ram gaat vallen. Want dat kan zomaar een moment zijn waar deze vurige climax voelbaar gaat worden. Een vurige climax komt eraan. Stap uit je comfortabele zone. Yep. Dat ziet er inderdaad ook wel oncomfortabel. Of ja, oncomfortabel. Uit de comfortabele zone uit. Onconventioneel. Maar wel vanuit passie. Vanuit vuur. Creatief. Kan. Ik ben heel benieuwd hoe dit voor jou persoonlijk gaat uitpakken. Dus laat me weten. Ik ben dus nieuwsgieriger, dus ik ga hierop verder op Vimeo. Wens je mij te volgen? De link vind je hier beneden in de beschrijving. Ik wens je een transformerende 2022. Vertrouw op je intuïtie. Ga het boekje te buiten. En ja, hou hoop, zou ik zeker ook willen zeggen. Mijn lieve schorpioen, ik wens je alle liefde en licht toe voor de komende periode. Ik dank je wel voor het kijken en ik zeg tot snel.